Soms krijg ik de vraag of het ook mogelijk is om de lessen van het kunstkabinet te combineren met technieklessen van bijvoorbeeld de techniektorens. Nou, dat kan als je dat graag wilt, want de lessen zijn natuurlijk min of meer vergelijkbaar opgebouwd qua opzet. En ze gaan natuurlijk bij allebei de methodes met praktische materialen aan de slag in kleine groepjes. Dus je kan er natuurlijk voor kiezen om een deel van de klas met techniek bezig te laten zijn en een ander deel bijvoorbeeld met kunst of om dat om en om te doen in jouw klas. En waar bijvoorbeeld de techniektorens misschien wat meer gericht zijn op onderzoekend leren, zijn bijvoorbeeld het kunstkabinet, de lessen daaruit zijn meer gericht op ontwerpend leren. En op die manier is het ook een hele mooie aanvulling eigenlijk op elkaar. En kun je op die manier een mooi talentontwikkelingsmoment inzetten in jouw klas, waarin de leerlingen dus creatief aan het leren zijn, samen in kleine groepjes.